weer een vlog van de architect. Vandaag zijn wij in Eindhoven en we nemen jullie mee op pad door Dutch Design Week. De eerste halte van de dag is de Graduation Show. De Graduation Show is een van de must-see locaties van de Dutch Design Week. En wij zijn duidelijk niet de enigste die er zo over nadachten. Together we made open-ended play toys for children in the Dutch asset space, and the same elements that the children can be used as are using as play toys will be used by the volunteers to set up three different types of psychotherapies. Ronde 2 van de dag is de food lab. We zijn speciaal naar hier gekomen om de tentoonstelling Aquarius van Dutch in Virtuals te bekijken. Het is een tentoonstelling die de relatie tussen de mens en natuur vraagt. De kroonluchter in het midden is gemaakt door Audrey Large en Théophile Blandet. En Audrey Large heeft vorig jaar de Dutch Design Award gewonnen voor jong aanstormend talent. Aangekomen bij halte 3 van de dag, namelijk Evoluon. Evoluon is de vliegende schotel van Eindhoven. Het is ontworpen geweest door Louis Kalf en Leo de Bever en het was het techniekmuseum van Philips. We zijn speciaal afgereisd naar Evoluon voor de presentatie van Mensveld samen met Teun Swets. Teun heeft 10 designobjecten gemaakt, genaamd Le Petit Boudoir. En al deze objecten zijn gemaakt vanuit hun eigen ruimte. Aan de meubels van Teun Swets in samenwerking met Mensveld zijn dat ze dus modulair zijn. Je kan ze zelf indelen hoe dat je het wilt. Bij halte 4 van de dag, het Ketelhuisplein. Het Ketelhuisplein is het hart van de Dutch Design Week. Hier kan je onder meer de Solar Pavilion bekijken van Marian van Aubel samen met V8-architecten. En ook de Embassy of Circular and Biobased Building is aanwezig. Het project genaamd Blade Made. Het is van het architectenbureau Superuse. En hier gebruiken ze dus oude onderdelen van vliegtuigen, in dit geval een vleugel, als speelobject. We zijn aangekomen bij de laatste halte van de dag, namelijk het Klokgebouw. We zijn hier voornamelijk om de Cine Experience van Marian van Aubel mee te pikken. Marian van Aubel is ook een van de ambassadeurs van Dutch Design Week. En om het Bauhaus van de architecten van Moerik te gaan bekijken. Samengevat is misschien wel het meest flexibele huis dat je kunt hebben. Het is ongelooflijk duurzaam, het is betaalbaar en het is vooral de bewoner die bepaalt hoe die. Ons dagje Dutch Design Week zit erop. Als jullie zelf nog iets willen meepakken, Dutch Design Week loopt nog tot 30 oktober. Bereid jullie voor, het is veel, dus plan alles goed in en gebruik onze tips die op de website zijn terug te vinden.